Hey Roy, we hebben vandaag een ontzettend mooie opdracht, hè? Ja, we hebben vandaag een hele mooie opdracht voor Thijs Timmermans. Heel veel auto's wegbrengen. Hey, maar we staan al de hele ochtend hier zo, maar we hebben even gekeken wat moet er allemaal mee. We gaan passen, hoe gaan we het erop zetten en we gaan laden en het gaat regenen. Ja, dus wat gaan we doen? Zo snel mogelijk beginnen. Ik hoor het al, ik moet mijn mond houden. Ik ga wel weer naar jou luisteren, kom goed. Hey, we hebben net even een rondje gelopen door de showroom, want ze hebben eigenlijk alle auto's al buiten gezet die wij mee moeten gaan nemen. Dus de showroom is half leeg, maar er staat zo onwijs mooi spul, want jij was... Ik ben fan van deze. Dat is echt een dikke beuk, hoor. Ja, ja. Ah, ik vind dit ook heel vet natuurlijk. Heel gaaf. En ik heb dat Porsche zien staan en dat had ik eigenlijk een beetje met de kleur. Ik denk dat is echt een bijzonder kleurtje wat er staat. Ja, net zoals die Rolls hier ook. Ja. Maar sorry, velgen. Ja, maar als je autoliefhebber bent, dan loop je hier toch gewoon in de snoepwinkel. Ja. Hey, we mogen hele mooie auto's voor jullie transporteren, maar wat is eigenlijk de reden daarvan? Wij staan dit weekend op de International Amsterdam Motor Show met 12 auto's. Ja, het zijn echt hele mooie bolides. Dankjewel. Maar we hebben net al buiten staan kijken welke we allemaal mee mogen nemen. Ja. En we zijn wel heel blij dat we dit vrachtje mee mogen nemen voor jullie. Zoals je ziet, Roy is nu foto's aan het maken. Kijk, normaal doen we dat altijd al als je mijn filmpjes vaker kijkt. Tijdens een transport even foto's rondom maken. Maar bij deze auto's is het ook heel belangrijk dat we even documenteren hoe die auto's opgeladen worden, hoe ze erbij staan. Zodat we ook bij het lossen kunnen zien dat die auto's schadeloos zijn vervoerd. Dus ja, Roy gaat nu even foto's maken. En dan achteruit op het eerste dekje zetten op Roy zijn auto. Dan gaat laden echt beginnen. Dat gaat tijd kosten dit. Nou, wat wel heel erg belangrijk is bij deze auto's, die zijn natuurlijk laag. Nu moet ik zeggen dat deze nog enigszins meevalt vergeleken met die andere auto's. Maar er zit dus een knopje op het dashboard en dat is de neuslift. En wat bij deze lage auto's is, vanuit de fabriek, wordt ze uitgevoerd met een knopje. En dan zou je zien, je moet er even geduld voor hebben, maar dan komt de neus dus omhoog. Ja, en dat is voor ons als transporteur wel een stukje makkelijker. Maar goed, ik ga wel even met jou meekijken, met erop rijden, dat we de neus niet beschadigen. Oh, rust. Ja, je bent erover. Ietsje die kant op. Anders ga je daar je riem raken. Moet ik hem eraf halen? Je bent... Die kont is lang, hoor. Daarom moet je dit soort dingen dus echt met z'n tweeën doen. Maar je zal wel zien. De auto staat tussen de pilaren. Tussen de cilinders. En die deur moet straks open. En als je met z'n tweeën bent, kan je even de deur tegenhouden. Kan je er wat tussen houden. Ja, als je alleen bent, is het altijd wel een beetje vervelend. Ik denk dat hij hem een klein stukje achteruit gaat. Nee, hij laat hem staan. Ben je hand nu ertussen? Ja. Ik hou hem tegen. Ik ben even wat achter de stoel achteruit. En zo zie je, bij QC doe je ook aan gymnastiek. En Roy, hoe klinkt die? Volgens mij was het een beetje te hard voor onze microfoons, maar gruwelijk. We gaan hem erop rijden, Roy. Hoe ver wil je hem erop hebben? Hij hoeft niet laag te zijn, hè? Maar je hebt dit over van achter. Je hebt zeeën van ruimte. Nu heb je dit over. Ja, dat moet lukken. Moet lukken. Kijk maar even voor de zekerheid. Maar goed, deze auto staat nu ook op zijn plek. En op zich moet ik zeggen dat het wel goed te doen is met de blokken houten aan de voorkant. Maar eigenlijk aan de achterkant bij de rijplaten. Maar het in- en uitstappen van deze auto's
is op een autotransporter niet heel erg makkelijk. Want je zit heel laag, het zijn kuipstoeltjes. Normaal klim je al een soort vanuit die auto. Ja, en als je nu zo op dat dek staat. Lukt het een beetje, Roy? Ja, wat vind je er nou allemaal van? Super dik, hè? Ja, het is echt. Nou, voor het gemak rijd ik even mee. En Joe, jij mag lekker lopen. Ah! Dat was een spiertje. Waar zit het raam? Hier. Hier. Nou, we hebben de navigatie weer ingesteld op Monaco of gaan we naar Saint-Tropez? Je hebt ook... Weet je wat nou erg is, Roy? Je hebt ook zo lekker weinig zicht in die spiegels, hè? Ja, je zit zo lekker laag. Ik zie letterlijk alleen twee luchtroosters. Ja, ik heb op een kartbaan in Middelburg gewerkt. Alleen daar zat je nog hoger in de kart. Waar gaan we nou naar, Saint-Tropez of Monaco? Zullen we Monaco pakken? Vind het helemaal best. Dubai niet, want... Even kijken hoe dat allemaal... Hoe gaat die in zijn D? Ja, met mijn flippers. Flippers. Flippen naar voren halen. Goed zo. Geef die jongen ook nog even les. De Roy is nu bezig om alle dekken te bedienen. Dus hij wordt allemaal mooi afgesteld natuurlijk. Ja, je moet nagaan, je mag in Nederland 4 meter zijn. Je duct is eigenlijk maar 4 meter. Dus ja, je moet alles onder een bepaalde hoogte krijgen. Dus ja, we zijn nu de dek aan het afstellen, dat het allemaal naar beneden gaat. Roy is echt een meester als het gaat om het afstellen. Met ruimtes. Echt, ik weet niet hoe hij het van toe van elkaar krijgt. Maar goed, achterste dekje nog even laten zakken. En dan zijn we klaar, want dan kunnen we aan mijn auto gaan beginnen. Ik dacht dat ik vandaag nog moest gaan werken, maar... Blijkbaar gaat Roy alles voor mij doen. Hij is nogal laag. Maar kom maar. Ja. Kunnen we? Ja, ben benieuwd of we straks naar uit kan. Oh. Anders zit je net bij de lier. Nou, we hebben net gezien, Roy heeft de eerste twee autootjes bij mij erop gezet. Maar nu deze Ferrari erop zetten en een BMW M3 SC of CS, wat is het? Die gaat Roy even halen. Maar ik heb iemand bij me, de cameraman, en die houdt heel erg van Ferrari. Nou, we gaan natuurlijk de auto's niet door iemand anders de trailer op laten rijden. Maar ik geef wel even aan de cameraman, zo achter de beeld door, de sleutel. Mag jij hem even naar de trailer toe rijden? Nou, zoals je ziet, ik vind het heel vervelend om te doen. Klaar voor? Ik moet mijn gordel omdoen. Maar dat gaan we lekker niet doen. Wat een spulletje. Je moet even voorzichtig gaan doen. In het midden? Kom maar, ja, kom maar. Ah, ja, klein stukje nog. Nou, dan hebben we nog een A45S AMG. Met een mooi bommetje. Een Street Style Edition. Ja, moment. Moet hij daar deze eronderop? Achteruit, naar boven. Achteruit, bovenop. Ja.
We zitten in de Bentley, die gaat achteruit bovenop het dek. Maar ik kwam er net achter dat als je klokjes wil hebben, dat het hele dashboard omdraait. Oh wauw, dat is gaaf. Ja, wel gaaf hè? Dat is wel heel gaaf, ja. Dan draait hij zelfs naar en dan staat het logo er. Dus dat is wel mooi gemaakt. Dat is heel maar gaaf dit gemaakt. Is niks voor mij, hoe ze met de auto. Nee. Ik klus te veel in mijn micro, maar dat klopt niet helemaal met de vergelijking. Klein beetje mijn kant op. Ja? Nog een beetje? Kijk, en nou mag ik eens even kijken hoe Jeffrey aan het werk is. Dat is ook wel leuk om te zien, hoor. Ik heb hem al lang vast aan de andere kant. Ah, Jeffrey. Even zonder grap, hè. Maar moet je nagaan, hè. Dit is 22 inch, hè. Moet je nagaan dat wij onder de trailer 17,5 hebben liggen en onder de trekker 22,5. Heb ik nou die sleutel van die Bentley? Die moet ik even goed bewaren. Mevrouw, heeft u toevallig ook nog een reservesleutel van de auto's? Zo. Ik denk dat die riemen eraf moeten zo. Ja, ga goed. En nog niet zakken? Ja, jullie hebben net kunnen zien, weet je, we hebben alle auto's opgeladen. Ja, het kost gewoon eventjes wat werk. Ja, je moet er gewoon echt de tijd en geduld voor nemen. Maar goed, alles staat erop. Het is ook eigenlijk vrij goed gegaan. Maar ja, goed, dat is ook het voordeel als je met een collega samen bent. Maar we zijn nu onderweg naar Amsterdam, naar de RAI. Naar de show eigenlijk, waar ze gelost mogen worden. Dan moeten we naar P9 rijden. Dan worden we ontvangen door iemand van Thijs Timmermans, wat ik begreep. Ja, dan gaan we kijken hoe we het moeten afladen, of we het op de parking moeten, of dat we naar binnen moeten. Dat weet ik niet precies, maar dat gaan we vanzelf wel zien. We hebben net de eerste paar auto's al gelost. Die mogen dan gelijk naar binnen gereden worden. We hebben ook een badge geregeld. Dus we gaan de volgende auto's ook naar binnen rijden. Alleen, ik had met een hele enthousiaste Joe cameraman. En die wou graag het werk afmaken, want die mocht hem net naar de trailer toe rijden. En die wil hem van de trailer naar binnen toe rijden. Vooruit Joe, kom helemaal goed. Neusliftje weer omhoog. Maar goed. Dat moet helemaal goed komen. Ga ik met dikke harsjes weer eens in die auto proppen. Nou Joe, aan jou de eer om hem naar binnen te rijden. Busje. Het is mooi hè.
Nou ja, goed, zoals je ziet, zijn de auto's naar binnen rijden. We komen hier via een deur binnen. Er komt trouwens net een Dakar-auto aangereden. Ook hartstikke vet. Er staan al wat leuke dingen binnen. Ik kwam net ook de vrienden van Next Level Automotive tegen. Daar heb ik altijd natuurlijk al een aantal keer video's gemaakt. Maar goed, we gaan eens even kijken waar we al die auto's neer moeten zetten. Want ze moeten niet op één stand, maar ze moeten op verschillende standen. Mijn collega Roy die kwam net aanlopen en die gaat nu alweer weg. Nou, Roy gaat die auto er weer bij mij afrijden, want ik ben nog steeds dik. Dat is in de route net onderweg niet minder geworden, maar we hebben nog broodje bal op. Maar... jij hebt broodje bal op. Ik heb broodje bal, maar jullie hebben ook gegeten. Maakt niet uit, Roy. Ik heb heel gezond gehad. Broodje gezond. Broodje gezond. Heb je die mayonaise gezien? Nou, ik ga het dek omhoog doen. Kun jij erin klimmen? Hé, maar Roy. Ja. Op zich is dit wel leuk, hè? Want we staan nu in... Amsterdam in Rai. Ja, in de opbouw. Je mag hier dus niet komen als je niks te zoeken hebt. Daarom hebben we dat hele mooie pasje. Er staat ontzettend mooi materiaal. Ja, en ik vind het wel heel leuk dat we bij dit soort projecten aanwezig kunnen zijn bij QC. Want het is toch wel iets bijzonders. Ja, en mijn voordeel is, jij brengt ze weg, maar ik mag ze ook weer halen. Jij mag ze ook weer halen. Ja, ik ging met mijn stomme kop naar Noorwegen toe. Ja. Ik ga een Viking rally rijden. Ja, met, jij hebt dat gewoon verkeerd gepland. Ik niet. Nee. Hun hebben dit verkeerd gepland. Die Viking rally stond eerder. Je ziet aan alle kanten de supercars zo voorbij vliegen. Dat is echt niet normaal. Eigenlijk is het helemaal niet bijzonder wat we meenemen. Want het is hier gewoon normaal op dit moment. En wat is ook? Ja, luchtvering staat beneden. Kijk. Nog iets die kant op. Top. Bonusspeling is niet nieuw hoor. We gaan even dat ene dekje natuurlijk omlaag gooien. En dan gaan we de laatste auto eraf rijden. Dan gaan we met 3 auto's naar binnen. Nou, Roy. Ik vind dat we het wel weer heel mooi hebben gedaan vandaag. Volgens mij wel, ja. Ja, want we hebben hier eigenlijk, we hebben de auto's buiten geparkeerd, hebben ze naar binnen gereden. Aanrijroute was niet zo heel erg lang, maar er staan overal spullen in de weg, dus je moet alles af en toe even weghalen. Even auto verzetten, balken verleggen, we zijn natuurlijk nog in de opbouwfase. Ja. maar op zich was het wel mooi, want we hadden al die auto's eigenlijk in dat vak gewoon zo neergezet. Ja. En toen kregen we eigenlijk wel van, we moeten ze morgen wel anders gaan zetten. Ja, zouden jullie misschien eventueel willen helpen? Ja. Ik weet niet of jullie naar huis wouden. Ja, ik zeg je eerlijk, dit zijn van die opdrachtjes. Zeg ik van, nee, natuurlijk, we gaan wel even helpen. Ja. Dus ja, we hebben uiteindelijk toch wel de meeste dingen geholpen om neer te zetten. Ze gaan morgen fine-tunen. Ja, ze gaan morgen fine-tunen en dan zijn nu al een klein beetje zoals het ongeveer moet. Zover wij begrepen hebben.
Wat ik nu wel leuk vind, want je gaat straks natuurlijk allemaal filmpjes krijgen, foto's die je op internet gaat zien. Natuurlijk, het is niet zo dat dit het enige is, want er staat zo onwijs veel op deze, ja, op dit evenement. Maar als ik dan straks wat online ga zien, dan ben ik toch wel een beetje trots. Ja, dat sowieso. Dat ik zoiets heb van, daar hebben we toch wel weer aan mee mogen werken met, ja, met QC. Maar kerel? Hoi, was een fijne opdracht. We gaan wel even wat eten. Ja, we gaan even wat eten onderweg. En als we hier nu toch zijn, gaan we even een rondje lopen. En dan gaan we even spieken wat er staat. En dan, daarom, en dat gaan we natuurlijk op beeld even vastleggen. Oh ja, en bij deze ook de cameraman heel erg bedankt voor het gezelligheid in de auto. Die heeft vandaag echt wel goed geholpen, ja, niet alleen met de camera vasthouden. En nou ja, goed. We gaan nog even laten zien wat er op deze beurs staat. Dus na deze beeld is de video afgelopen. Dus ik zou zeggen, vond je dit natuurlijk een leuke video? Laat een reactie achter, laat een duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal als je meer wil zien van transport. Gaan we het niet te lang over hebben. We gaan ons even een rondje lopen. Passion. Passion. Passion saves. Thrift or wear custom made, whether you're bad or well behaved. Fashion, fashion saves. Living fast and on the edge, goody two shoes, mums and mains. Fashion, fashion saves. You work the streets or work the clubs, 9 to 5 or got no job, daughters, sons, and in between. Fashion saves and fashion bleeds. Fashion, not a want but a need. All emotion, fashion grieves. Fact or fiction, all in line. Fashion never wastes your time.